Dat boekje gaan we lezen vandaag, of niet? Ja? Oké, door. Het waait zo hard, zou je dat horen op de kamer? Mooi. Crazy. Allee, we stop ermee. Stop. Dag lieve jongens en meisjes. Vandaag ben ik er weer samen met mijn klasvis Bloopy, onze vriend Mario en onze vriend Luigi. Met een nieuw boekje voor deze week. Het boek dat ik vandaag ga voorlezen, Verloren, is wel een heel speciaal boek, vind ik. Want het gaat over een meisje dat een gehoorprobleem heeft. En het is geschreven door Elfie Nijssen. Laten we beginnen. Loren. Ik wil net zoals andere kinderen zijn, maar dat ben ik niet. Ik hoor niet goed. Wat zeg je, moet ik vaak vragen. En mijn vriendjes moeten alles herhalen. Zeg, ben je doof of zo? Roepen ze soms. Dan voel ik mij heel verdrietig. Loren kan niet horen, zingen ze af en toe. Ik kan het toch niet helpen? Wil je naar me kijken als je tegen mij spreekt? Moet ik vaak vragen. Zo hoor ik je veel beter. En dan kan ik ook lip lezen. Maar niet iedereen durft naar me te kijken. Sommige mensen zijn bang. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is. Maar eigenlijk begrijp ik hen niet. Waarom zijn zij dan bang? Slecht horen is soms zelfs gevaarlijk. Op straat bijvoorbeeld. Als er een auto aankomt, hoor ik dat niet altijd. Toet! De bestuurder kijkt me boos aan. Ik heb toch niks fout gedaan? Ik kan alleen niet goed horen. Op de speelplaats speel ik vaak alleen. De andere kindjes vinden me niet leuk. Zij kunnen wel goed horen. Ik begrijp het niet altijd. En zo ontstaat er vaak ruzie. Ik hoor er niet bij. Mijn hond Laika begrijpt me wel. Hij weet dat ik niet goed hoor. En dat vindt hij niet erg. Hij kijkt wel altijd naar me en is niet bang. Als hij iets wil zeggen, duwt hij met zijn kop tegen mijn been. Laika en ik zijn dikke vrienden. Ik versta hem heel goed. Mama en ik zijn bij de dokter. Een speciale oordokter. Hij doet allerlei testen met mijn oren. Ik moet een koptelefoon opzetten en naar geluidjes luisteren. Tuut, tuut, piep, piep. Hij kijkt ook met een lampje in mijn oren. Flinke meid, zegt hij. Ik ben trots. Zie je wel? Je ziet niks aan mijn oren. Ze werken gewoon niet goed. Ik heb van de dokter hoorcomputertjes gekregen. Hoorapparaatjes, verbetert mama. Je ziet ze amper. Ze hangen net achter mijn oren. En in mijn oren zit een klein stukje plastic. Nu hoor ik net zoals alle anderen. Het is even wennen, al dat lawaai. Ik mis de stilte zelfs een beetje. Ik hoor nu wel auto's aankomen en ik versta mijn vriendjes veel beter. Ik kan gewoon meespelen. En we maken ook geen ruzie meer. Of toch niet zo vaak. Laika blaft soms. Ik hoor hem aankomen. Dat is allemaal nieuw voor mij. Mijn computervriendjes kunnen heel speciale dingen. Ik kan ze met één druk op het knopje aanpassen. Thuis in mijn kamer kies ik rustig geluid. Een beetje stilte stelt me gerust. In de klas wil ik vooral de juf goed horen. Ik begrijp haar nu zonder moeite. En als ik op een feestje ben, zet ik ze weer stiller. Al dat lawaai, daar hou ik niet zo van. Soms zet ik ze zelfs gewoon uit, omdat ik de stilte van vroeger mis. Mijn vriendjes zijn soms jaloers op mijn computervriendjes. Want ik kan zelf kiezen of ik lawaai wil horen
of niet. Soms wil ik dat wel, soms wil ik dat niet. Ik ben niet meer gewoon Lore. Ik ben speciaal. Ik heb computervriendjes om te horen en gewone vriendjes om te spelen. Ik hoor erbij. Voilà, dat was het mooie verhaal van Lore. Een meisje dat wel heel bijzonder is. Kennen jullie ook meisjes of jongens of volwassenen die zo speciaal en bijzonder zijn als Lore? Dan mag je er gerust over vertellen onderaan in de reacties van deze video. En dan ga ik dat zeker lezen. Naar goede gewoonte gaan we weer terugblikken op de belangrijkste woorden uit dit boek. Blijf kijken. Verhaal te luisteren en dan hopen wij jullie volgende week weer terug te zien met een nieuw verhaaltje. Dag!